Goed, dames en heren, op 9 mei 2012 loopt het mandaat van de secretaris-generaal van het Vlaams Parlement, mevrouw Martien Goossens, af. Op 19 maart 2012 beslist het vastbureau 1 Parijs om mevrouw Goossens op basis van het verslag, opgesteld door de externe evaluatieinstantie, gunstig te evalueren over de mandaatperiode 10 mei 2006, 9 mei 2012. Op grond van artikel 8.23 ter paragraaf 2 van het personeelstatuut wordt de secretaris-generaal na een positieve eindevaluatie opnieuw benoemd voor een periode van 6 jaar zonder een nieuwe selectieprocedure te moeten doorlopen. Ik stel daarom aan de plenaire vergadering voor om mevrouw Martien Goossens voor een nieuwe mandaatperiode van 6 jaar te benoemen in de graad van secretaris-generaal. Hieruit vloeit voort dat ook de benoeming van mevrouw Goossens tot griffier van het Vlaams Parlement verlengd wordt voor de duur van de nieuwe mandaatperiode. Wenst iemand hier nog iets aan toe te voegen? Dan verklaar ik mevrouw Martien Goossens voor een nieuwe mandaatperiode van 6 jaar, van 10 mei 2012 tot 9 mei 2018 herbenoemd in de graad van secretaris-generaal. En namens het Vlaams Parlement wens ik mevrouw Goossens veel creativiteit, motivatie, inzet, volharding en plezier toe in haar nieuw mandaat. En vooral wil ik haar... Dat was nog niet gedaan. En vooral wil ik haar feliciteren voor het vertrouwen dat ze verder mag genieten in haar job als griffier. Mevrouw Goossens, proficiat.